Hallo allemaal, Omme Slikkum hier en ik zit in de Yamato samen met Jerk die je daar voor je ziet liggen in zijn Montana. En we gaan eens even kijken of we goede damage kunnen doen. Zoals jullie weten ben ik nog niet super gelukkig geweest in de Yamato. De laatste tijd gaat het beter, want ik heb een paar goede potjes achter de rug zonder al te veel shots uit op die andere Yamato, zonder al te veel enemy destroyers, want dat is het gewoon echt het grootste probleem van tegen dit schip. En ga eens eventjes kijken wat er gebeurt. Die voer iets langzamer als ik dacht. En ik schiet er ook gewoon net overheen. Maar in ieder geval de Yamato. Het blijft gewoon een fantastisch schip om mee te schieten. Je moet alleen zorgen dat je een beetje achterwege blijft. Dat is in ieder geval iets wat je moet doen. Terwijl er een grotere koeriewoerst aan komt zetten. Even kijken. Ja hoor, dat ik zijn neusje even net kan zien. Dan kan ik beter mikken. Even die. Verdwijnt net uit beeld. Maar ik los toch een schip. En Jerk die ging naar het midden. En kijk, daar komt hij. Hoppakee. Gaan we erin. Zeker. Eén bouncer. Jawel. Die Duitsers zijn zo ongelooflijk sterk. En Jerk die was van plan om naar het midden te gaan. Maar besluit toch uiteindelijk om eventjes een stukje om te draaien en dat in ieder geval niet te doen. En dat is soms gewoon een hele goede techniek. Soms moet je gewoon accepteren dat niet altijd alles gaat zoals je het gepland had. En dan moet je gewoon je strategie aanpassen. Dus Jerk die draaide om vanwege de vele dingen. En daar ligt die grote koerwoest. De koerwoest, hè. Eens even kijken of wij hem op zijn voorkant kunnen raken. Hij is niet meer zichtbaar. Je ziet nu wel zijn secundair is. En ik raak hem in ieder geval voor 6300 damage. En ik moet om het eiland heen. Dat was ook een beetje de bedoeling. Even zeker weten dat ik hem niet raak. En dit is iets waar ik zelf wat meer op moet gaan letten, vind ik. Ik ga nu vlak langs dat eiland. Het is heel goed. Dan ga ik die Iowa even een paar klappen proberen uit te delen. Jerk die heeft een Kajiro even te grazen genomen ondertussen. En die gaan er mooi in hoor. Hoppakee. Misschien zelfs iets te ver. Nee hoor. Hoppakee. Weer ruim 6000 punten erbij. En dit bedoelde ik dus uit te leggen. Ik ga eigenlijk net even iets te vlak langs dat eiland. En daardoor kan ik niet schieten. Zie je? Ik kijk ook even hoe hoog moet ik gaan. Omdat je er zo dicht op ligt. Dus een tip. De tip van vandaag. Dikke tip. Die is gratis. Is probeer iets verder van eilanden, als je langs eilanden gaat, zeker in een battleship die niet al te snel zijn, ga er dan iets verder achterlangs, zodat je iets betere uitgangspositie houdt. En daar heb je die Yamato. Daar heb je die Iowa. Die kan ik net nog raken. Twisten, hij beatste zichzelf. En ik ga er gewoon op in. 26,6 kilometer range heeft het malle apparaat. En dat is dus zonder het vliegtuig. Maar hij gaat toch harder achteruit als ik dacht. Ik raak hem nog wel fatsoenlijk in ieder geval voor 10.000 damage. Met wel heel 5 schoten. Dus die koeriewoest heeft geluk. Die ontloopt net die torpedo's. Dat komt nog in Yamato achteraan. Gaat die nog geraakt worden? Die Iowa is natuurlijk degene op wie ik me concentreer. Die moet en zal ik hebben. Die remt niet af. Dat is zijn probleem. Kijk wat er gebeurt. Het ziet eruit als zitten dan shots. Jouw 2 stuks. 18.000 damage. Tot ziens. Iowa. Dat is een nummer 1. Daar is de grote koeriewoest. En die dingen zijn echt lastig te raken hoor. Terwijl er op mij geschoten wordt. Toch even proberen. Ook al is de engel echt een beetje verrot. Dat komt door die de type armor wat ze hebben. Wat doe ik aan damage? Toch nog 10.000 en hij is bijna geweest. Jerk die is het midden aan het bewaken. En ik weet eigenlijk niet wat Jerk op dit moment aan het doen is. Jullie zien hem daar in de map tussen twee gebroeders in heen lopen. Daar is die Yamato. Eigenlijk zit ik te wachten tot die grote koeriewoest gewoon gesloopt wordt. Daar gaat hij. De Yamato dan. Kan ik die nog raken? Ik ga het in ieder geval proberen. Zover is het niet. Eens even kijken wat er gebeurt. Natuurlijk, ik weet dat er gebeurt. 14.000 damage. Jongen, en we zitten dus al op de bijna 70.000 damage. Dat gaat in ieder geval de goede kant op.
En we hebben nog genoeg tegenstanders in de buurt om een flink potje op te meppen. Een hinderburg hier, een hinderburgje daar en een Yamatootje. Moet je natuurlijk even wachten tot je gaat herladen. Even kijken of we die hinderburg eens even flink damage kunnen doen. Dat ziet eruit als een one-shotter. Die gaat er echt lekker in hoor, kom op, raak hem! Oeh, 2 Citadel hits, 34.000 damage. Maar hij leeft nog. Hij heeft echt ongelooflijk veel mazzel. Maar hij lekt ergens. Of hij is aan het repairen. Oh, dat is nieuw voor mij. Ik wist niet dat ze konden repairen. Hij vindt mij natuurlijk niet aardig. Dat snap ik wel als je 2 Citadel hits van een Yamato op je dak krijgt. Dus hij is mij nu in de fik aan het zetten. Hij draait keurig netjes af. En op dit moment als ik afdruk. Mijn muis staat altijd redelijk gevoelig. Dus even kijken wat er gebeurt. Oeh, ik raak hem wel weer voor 12.000 damage. Hij heeft nog 1264 over. Dat is natuurlijk niet veel. En ik zit op 120.000 damage. En het torpedo wordt. Die raakt hem. En het is afgelopen. Jerrick gaat heel moedig gewoon stoer door het midden heen. Ik gooi eventjes mijn repair aan. Mikken. Hij draait iets af. Bengel! Hoppakee! Daar komt de Yamato weer aan, hè? En dat zijn nog de torpedo's van. Die gaan het niet halen. Hoppakee. Helaas 4 penetrations over pens. Maar wel 2 defended en die leveren ook geld op. Dan de Yamato. Zijn secondaries gaan op mij inblaffen. Ik heb hem aangetikt inmiddels. En daar komen een keer torpedo's aan. Wat heeft de vijand nog? 2 hits moet ik nemen. Ik heb gelukkig nog gerepaired. Maar iets vindt mij niet aardig. Iets vind ik ook niet aardig, kan ik je vertellen. 126.000 damage. Daar komt de Hindenberg. Hij vaart een beetje van me af. Een beetje een lastige engel. Dus vandaar dat ik hem even verteel. Ja, kom op. Pak dat vliegtuig. Hoppakee. Kom op. Je kan het. 2x4. In totaal 11. En ik sta weer in de fik. Ja hoor. Tuurlijk sta ik weer in de fik. Die Hindenberg is ook dood. Maar ik zit me natuurlijk gigantisch druk te maken. Daar is mijn vliegtuig. Yay. Ik zie me natuurlijk druk te maken om wat er voer. En volgens mij kan het alleen maar iets van een Kajero zijn of een Kering. Jerrick die vraagt even om help. Die krijgt namelijk even complete vijandelijke teamtijd op zijn dak. En dit was niet een van zijn betere potten. Hij gaf zelfs een klein beetje mij de schuld. Hij zegt ja, met jou gaat het altijd minder. Nee hoor Jerrick, dat is allemaal geneuzel. Maar ik denk ik ga ze even bang maken. Je ziet dat hij draait. Het is een rot eind weg hoor. In ieder geval, en ik schiet nog een vliegtuig neer. En daar is die Gering. Die Gering moeten we hebben. Die gaan in ieder geval lekker erin. Oh, goed gemerkt. Gaan we nog een raak ook. Oh, net even langs. Die Gering, die moet kapot. En rap ook, jongens. Onze Gering is nog bijna helemaal heel. Jerrick ligt ook ongeveer met zijn secundaris nu op hem in te blaffen. Dus dat gaat goed komen. Daar hoef ik niet meer zo heel erg bang voor te zijn. Wat ik graag wil doen, is Jerrick proberen te redden. Dat was de Gering. Jerry die krijgt er echt flink van lachs hoor. En ook nog een paar torpedo's van die Gering. Het is afgelopen met Jerry. Maar goed, ik zit op 137.000 damage. Deze zien er goed uit. Tenminste, die zagen er goed uit. En ik raak tenminste nog eens wat. En weer ruim 10.000 damage op die Yamato van de tegenstander. 147.447 damage. Het gaat lekker. En we zijn er nog niet, alhoewel we wel redelijk rap aan het winnen zijn nu. En we gaan eens even verder scouten waar de rest is. Daar is in die boekie. Daar is nog in die boekie. Die wil ik hebben. Goede afstand. Loppen over het eiland. Hij zit in een draai, dus dan zijn ze wat langzamer. Hè? Daar moet je altijd even rekening mee houden. Terwijl ik gewoon indruk of we naar binnen gaan. Over het eiland heen. Raken we wat? Zeker wel. Maar het is niet veel. Ik raak wat, maar ik doe geen damage. Dat is gek, hè? Ik heb hem even om half gas gegooid. Om gewoon eventjes niet te dichtbij bij die jongens te komen. En daar komt die Yamato tussendoor. En Yamato tussendoor. Oké, terwijl daar een Gering vlak voor je wachtwoord ligt. Shots out, zou Lieutenant Perry zeggen. Die we al een tijdje gezien hebben, die is gewoon druk. Maar je wordt wel gemist, jongen, wilde ik toch eventjes zeggen. Hopelijk heb je binnenkort weer eens tijd om met ons te spelen. En hoppakee, Citadel, 16.000 damage. Kom jong, hij vindt mij niet aardig. En
Iemand anders vindt me ook niet aardig. Die schieten precies langs. Dat zijn dus even die twee Ibukis. In die Ibukis moet je natuurlijk wel op letten. Want die hebben een in de fik set penetratie. Daar word je moe van. Nog een keer op die Yamato. En daar komt de Zao aan. En die Zao's zijn ook etterbak om tegen te gaan. We zijn er bijna. Doe ik hem nog even flink schade? Nee, dat valt heel erg mee. Eigenlijk gewoon helemaal niet. 1 damage. En zo zie je maar. De ene keer schiet je gewoon vol op zijn waffel. En de andere keer mis je hem gewoon. Vol gas maar weer. Richting die Yamato. Die Zao hou ik even in de gaten. Die is nu niet te zien. Maar die moet natuurlijk niet al te dichtbij komen. 881. En ik wil graag nog even iets voor damage doen. Het zou toch gaaf zijn als een keertje ergens rond de 170k aan damage uitkomt. Bengel, 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 bengel. 1480. Dus... ja, 1480. En nu ligt die Zao op 10 kilometer. 10,9 kilometer, 10,8 kilometer. Dus eventjes kijken, gaan we het halen. 953 damage. Hij draait af, hij draait af. Daar ligt die Iowa. En die Iowa hoef ik niet zo bang te zijn voor overpens. Kom op, Slik. Je kan het. Die verdwijnt er. Ach, kom op. 165.000 damage. Dat is volgens mij een high score. En kom op. Oh, en hij draait. Precies op het moment dat ik afdruk, draait hij weg. En ga ik hem raken? Nee, die gaan er gewoon kansloos langs. En met 981 verwacht ik niet dat ik nog iets kan gaan raken. En sterker nog, we hebben al gewonnen. Jammer, jammer, jammer. Maar toch, dit is het resultaat. Want ook al heb ik niet al te veel bootjes laten zinken. 413.090 credits, 3242 XP en 163,5 XP. En 165.207 damage. 5 citadel hits, 2 vliegtuigen, 1 keer laten zinken. 47 hits in totaal. Nou, je kan het wel zien. Het is totaal geen slechte score. En volgens mij is dit zelfs mijn high score qua damage. Dat is eigenlijk niet zo heel gek hoog. Ik ga laten eens even kijken waar we staan. Tweede. En als je dan kijkt, waarom wint die Gering? Ja, die heeft 4 boten naar de haaien gebracht. Dat doet hij heel erg goed. En Tjerk staat ergens in het midden. Goed, nou ja. 38.000 damage in totaal op de Iowa. De Hindenburg 51.000. Nou, je kan het zien, hè. Secondaries hebben eigenlijk niet eens geschoten. Koeriboer 16.000. Nou goed, jullie zien het zelf ongeveer. En dan gaan we nu gewoon even kijken wat ik overhoud. Want dat is eigenlijk best wel veel. 160.190, moet je kijken. Wat dan. Ik ben dus al 252.000 ruim kwijt om dat ding te onderhouden. Eigenlijk een klein beetje belachelijk. Maar goed, we zullen het ermee moeten doen. Dank jullie wel voor het kijken. Mocht je filmpjes nou tof vinden, druk even die duim omhoog knop als je dit ziet. Of wordt dit eten van mijn YouTube kanaal. Zou ik helemaal te gek vinden. Heb je vragen, stel ze via de comment sectie. En dan kom ik of een van de vrienden zo snel mogelijk op terug. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Hoi hoi.